Hey groep 5, hier weer even een klein stukje uitleg voor les 7. Les 7 heeft te maken met een presentatie geven. Je gaat dus deze les leren hoe je iets voor de klas gaat vertellen. Geef je een presentatie, dan is het natuurlijk belangrijk wat je vertelt. Maar het is ook belangrijk hoe je het vertelt, dus de manier waarop. Je moet er goed op letten dat je hard genoeg praat, dat je rustig praat, dat je rechtop staat en dat je de klas in kijkt. Als ik namelijk niet hard genoeg praat, dan verstaan jullie mij bijna niet. Dus als jullie mij niet verstaan, dan wordt het heel moeilijk om een presentatie te geven. Hetzelfde geldt voor heel snel praten, dan wordt het heel vervelend om te volgen en op een gegeven moment ben je het gewoon kwijt. Dus blijf op een rustige manier praten, maar ga ook niet te langzaam praten, want dan wordt het weer heel saai. Ja? Sta zelfverzekerd, zodat je echt wat vertelt. Jullie gaan een presentatie voorbereiden. Je gaat nadenken over wat je gaat vertellen. Bijvoorbeeld, wat doe je graag in je vrije tijd? Je hobby, je sport. Vind je een spelletje misschien leuk om te doen? Je gaat vertellen wat je nodig hebt om dat te kunnen doen. En waarom is het zo leuk om dat te doen? Daarna ga je oefenen met bijvoorbeeld je vader, moeder, broertje of zusje om je presentatie te geven. Uiteindelijk zou ik het leuk vinden als jullie een filmpje naar mij toe sturen. Succes!